Kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remus. Vergeet geen blauwe duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer er een nieuwe video over 1 kilometer rechts afslaan, gebruik de twee rechter rijstroken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer er een nieuwe video online komt. En ja, mijn GPS staat aan om één reden. Ik ben nu onderweg naar Vriezelhof in Antwerpen. Daar ga ik even een kleine wandeling maken. En dan ga ik terug naar mijn schatje Bea toe. Want die is nu even in de meetime bezig met haar mama. Dus ik ga even een namiddagje Vriezelhof doen. En dan terug naar mijn schatje Bea. Dus dat staat er momenteel op programma. En dan... rechts afslaan naar N2 Curingersteenweg. Oké, ik zit nu op de Curingersteenweg. Jullie hebben het gehoord. Dan ga ik... Dan ga ik zelfs nog mooie beelden schieten als ik bij de natuur over 1,8 kilometer afslaan naar E313 richting Antwerpen, Brussel. Oké, dat is goed. Dus ik moet naar richting Antwerpen, Brussel gaan. Tot zelfs allemaal. En ik ga nu naar The Masked Singer luisteren. Al die liedjes nog een keer eens herbeluisteren. Ze zongen echt geweldig. Dat vond ik. Echt op mijn duizendste vlog zongen ze ook nog echt heel geweldig. Bij deze. Dan weten jullie dat. Allee, ik zie jullie allemaal straks terug. Yo. Want ik heb mijn GPS nodig.
Tunes zit erop. Ik hoop dat jullie ook van die hele leuke tuinslijfje. Ik heb die tune niet hebben genoten van mijn tuinslijfje. Ik ben nu de tweede poging aan het proberen om dit op te nemen. Want mijn gsm was juist uitgevallen. Niet met de vorige fragment, op deze fragment. Maar ik was met het opstaan, heb ik direct naar de camera laten leiden en dan laten opnemen. Maar dat was blijkbaar niet slim idee bij deze. Ik ga hier nu de Vrieselhof verlaten, hier in Antwerpen. Jawel, het was een hele leuke wandeling van 6,5 kilometer tot 7 kilometer heb ik gewandeld vandaag. Yay! Nu ga ik terug richting mijn schatje Bea toe. Want zij wil lekkere frietjes van de frituur. Frietjes van de frituur. Allee, ik dan ook. Allee, tot straks allemaal. Want ik heb mijn GPS nodig. Want van hieruit ken ik niet de exacte weg om terug naar mijn thuis te rijden. Dus daarvoor heb ik wel de GPS nodig. Wat ik dan ook nog nodig heb, is natuurlijk stroom. Of anders kan die uitvallen. Oh, tot straks allemaal. De vlog zit er weer al op. Deze is nu naar huis aan het rijden. Ik ben in de laatste straat aan het, voorlaatste straat aan het rijden. Zelfs rijd ik de laatste straat in waar ik ook woon. En dan zit de dag er volledig weer al op. Ik ben moe. Ik heb veel gedaan, ik heb veel gewandeld, veel buiten geweest. Dat gaat de komende dagen ook nog zijn, dat ik veel buiten ga zijn. Hopelijk morgen met goed weer. Dat ik misschien nog wel een wandelijke, nog een keer een wandelingske kan placeren. Ja, wat kunnen we tegenwoordig nog doen? Wandelen, fietsen, met de wagen weg zijn. Want ja, de indoor centrums en al, die zijn allemaal gesloten. Jammer genoeg. Ik ben hier als weer alleen die echt in het donker aan het rijden is. Geen fluo fashion aan op deze donkere dagen. Ik blijf erop hameren. Echt waar, verlicht u. Laat u opvallen in het verkeer. Als je te voet of met de fiets of whatever op pad gaat. Dat ze u zien. Dat ze u niet omver rijden. Wauw, mijn kerstverlichtingskist hangt er nog altijd. Yes, yes, yes. Toppie, toppie, toppie. Voilà. En nee, ze hangen nog altijd niet bij Alice boven haar raam. Ja, voor haar raam bedoel ik. Ik ben moe. Ik hoop dat jullie hebben genoten van mijn vlog. En ik ga sowieso zeggen, mensen, kijk alsjeblieft op mijn 1000ste vlog volledig af of... Dat is maar een tip waar ik probeer. Ik roep even aandacht. Probeer die vlog van 2 uur en een half ergens te laten afspelen. Op een achtergrond of zo. Want ja, ik ben echt nu wel aan het hunkeren op kijkuren. Dat ik dan mijn stok iets goedkoper kan zetten. Van mijn webshop. Dat is nu mijn hele grootste doel. Dat ik mijn prijzen naar omlaag kan halen. Dat, ja, dat ik ergens anders het geld kan halen gaan om stok aan te vullen. Om dan door te verkopen aan jullie. Jawel, met mijn logo en al erop. Dat zijn mooie dingen hoor, wacht hè. Want wat heb ik eigenlijk nu allemaal? Ik ga dus even opnoemen. Maar momenteel nog, dus ja, ik kijk dus elke maandag opnieuw als er nieuw stok is aangekomen of niet bij mijn leverancier. Zo gelijk, ik heb onderzetters, 4 stuks voor €28. Dan heb ik ook een teddybeer voor, holy shit, wat is dit nu? Is dat nu kapot of is dat nu gewoon open? Nee, die zijn er gewoon uitgekomen, dat is niet goed hè. Mijn plastiekjes zijn uit mijn mapje gekomen en dat is niet de bedoeling. Ja, dus je ziet, ik heb het hier allemaal bij mij. Dus zo wil ik een teddybeer voor €28. Dan heb ik ook nog bankkussens met vulling.
44 x 44 centimeter voor €32 met mijn logo erop, zowel de voorkant als de achterkant staat dan mijn logo erop. Dan heb ik ook nog een riemtas voor €21. Dan heb ik ook nog een baseball cap voor €32. Een trucker cap voor €21. Dan nog voor €21 een contrast snapback cap. Dan een vrouwen t-shirt voor €20. Mannen Kildan heavy t-shirt voor €20. Ah ja, dus op t-shirt kan ik wel nog even iets terug. Heb ik al veel t-shirts al gehad? Nee, zeker. Nee. Oké, dus die bijvoorbeeld de vrouwen t-shirt. Ik ga het even terug erbij halen. De vrouwen t-shirt kost €20. Beschikbare maten, zowel small, medium, large of extra large. Voor de mannen t-shirt. Dus mannen Kildan heavy t-shirt. De maten small, medium, large, extra large, extra large. 3x extra large, 4x extra large en 5x extra large. Voor maar €20. Dan voor €32 heb je een snapback cap. Mijn mapje te goed leggen. Dan heb je hier ook nog een drinkfles met geïnterieerde rietje voor €28. Het zijn redelijke dure prijzen. Ik weet het, mensen. Dus laat het ook niet in de comments weten. Oh, uw prijzen zijn zo duur. Ik weet het. Ik kan geen stok aanleggen, mensen. Dus als ik één keer boven de 5 aantal kom, dus vanaf 6 aantal stuks, kan ik mijn prijzen ook al naar onder halen. Dus als ik 6 stuks in één keer kan aankopen, bijvoorbeeld met een YouTube-prijs, dan kan ik het ook goedkoper gaan verkopen naar jullie toe. Dus dan gaat het misschien van €28 naar een goede €25. Maar hoe meer stuks dat ik kan aankopen met mijn stok, hoe goedkoper dat ook kan worden. Dan heb ik ook nog een mondkapje voor €15. Dan een contrast hoodie voor €60. Dan heb ik ook nog een vrouwentrui met U-hals van Bela. Kost €45. Dan nog een rugs... Ah ja, oei. Ah ja, dus... voor de contrast hoodie, de maten small, medium, large, extra large en extra large voor €60. Dan heb je nog de vrouwentrui met U-hals van Bela. Kost €45. Maten small, medium, large en extra large beschikbaar. En dan een rugzak voor €31. Dan heb je nog een sporttas voor €35. Dan heb je weer al een drinkfles met geïnterieerde rietje voor €28. Ik heb die dus zowel in wit als in grijs. Maar wit is uitverkocht bij mijn leverancier. Zowel de Mok Uni voor €18 is ook momenteel uitverkocht. Maar maandag kijk ik terug op die website als er een nieuwe stok is binnengekomen natuurlijk. Mok 2 kleurig kost €28. Dus je hebt dan zo'n witte mok. Met het handvat is dan oranje. Rood. Dan heb je nog een gymtas voor €21. Dan heb je weer al de contrast hoodie. Waar je dus op je achterkant je eigen naam of een logo of een nickname kan laten plaatsen. Small, medium, large, extra large. En extra large, dacht ik dat dat was. Ja. Premium t-shirt voor €30. Small, medium, large, extra large, extra large, 3x extra large, 4x extra large en 5x extra large. Voor maar €30. Dus een mannen premium t-shirt. En dan heb ik ook nog de vrouwen premium t-shirt. Is voor €30. Is small, medium, large, extra large, extra large en 3x extra large beschikbaar. Dan heb ik ook nog een vrouwen premium shirt met lange mouwen voor €34. Dus dat is ook wel redelijk goedkoop nog. De maten zijn small, medium, large, extra large en 3x extra large. Dan heb ik ook nog een thermomok in het wit.
voor 30 euro. En dan nog een schoudertas voor 38 euro. Dan heb ik ook nog een retro tas voor 36 euro. Dan een unisex baseball hoodie voor 50 euro. Small, medium, extra large. Nee, dus small, medium, large, extra large en extra, extra large. En dan ben ik over mijn ganse webshop heen. Elke bestelling komt in deze map terecht. En die map die bleef permanent echt bij mij. Als er bijvoorbeeld potentiële kopers zijn, dan stop ik altijd op deze pagina. Waarom? Als je naar de volgende pagina gaat, jullie gaan het klein beetje zien. Dan zien jullie dat dat een tekstding is met mijn logo hierop. Dan, dat zijn de facturen. Dus daar hebben jullie, moeten jullie niet zien. Is die ook weer al losgegaan zonder ik dat wilde? Ja. Dus, de facturen zijn dus losgekomen. Die gaan we dus even vastmaken. Voilà. Dit is hem. Alles staat te koop op www.psychotv.be. En nu ga ik jullie laten. Ik ga nu naar binnen toe. Tot morgen allemaal. Zeg, je ziet dat het nog doorloopt, hè. Dus tot morgen. Morgen. Zelfde uur, zelfde zender. En maak je geen zorgen. Er gaat opnieuw een vlog aanwezig zijn. Dit was vlog nummer 1002. Op nu naar vlog nummer 1003. Oh my fucking god, al duizend en morgen al 1003 dagen al aan het filmen van mijn leven. Mensen, echt waar, dat loopt de stuifgaten uit. Dus ik heb sowieso al meer dan 1000 filmpjes op mijn YouTube kanaal. Dus ik zal zeggen, veel kijkplezier op mijn YouTube kanaal. Ik heb daar ook playlisten van albums ook opstaan, van muziekalbums. Maar, daar is wel een maar op. Die albums zijn, sommige zijn niet meer compleet. Waarom niet? Omdat van YouTube heeft nog altijd het volledige, volste recht om filmpjes uit mijn playlisten te verwijderen. Omwille van copyright. Ik maak gewoon de albums. Op die, dus als ik in een dag mee bezig ben, maak ik die albums. Want ik heb zelfs ook gezien met de Q Music Top 500. Ik zat aan 200 en in één keer, kijk naar mijn playlist, zat ik maar aan 199 liedjes. Dus daar was er alweer al één eruit gehaald. Door YouTube zelf, zonder dat ik dat wist. Dus nu moet ik nog gaan uitzoeken waar de fout juist ligt. Om die ook terug recht te zetten, dat ik die vonken nog online kan zetten. En die playlist ook volledig kan afwerken. Dus je kunt niet. Dus op mijn, op mijn kanaal op PsychoTV is niet alleen maar vlogs te vinden, muziekalbums te vinden, maar ook gaming movies te vinden. En ook on-ride gamers attracties te vinden. En ook on-ride attracties te vinden van attractieparken in Europa. Daar ook nog rond Europa. Ik zie het ook zitten om binnenkort terug reisjes gaan te maken naar het buitenland toe. Na de corona gedoe wil ik echt terug ook gaan reizen. Wil ik ook, ga ik misschien mee terug gaan aansluiten. Ja schat, ga ik me misschien terug gaan aansluiten bij www.rollercoasterfriends.com. Dus en die maken altijd heel plezierige en leuke trips en al. En ik wil daar ook beelden van gaan maken van de pretparken en al waar we dan naartoe gaan. Ik laat dan ook op voorhand weten als iets helemaal is afbetaald van een reis of zo. Waar ik dan ook naartoe ga, een paar dagen ervoor. En dan gaan jullie vols in verwachting kunnen wachten van, jawel, een vakantievlog. Wat sowieso ook meegaat dan op mijn vakantietrip, is sowieso ook mijn laptop. Dat ik kan renderen ter plaatse.
En als die dan ook klaar is met renderen, ik ga dan ook natuurlijk op zoek gaan naar een hotspot toe. Ik ga dan ook nog eens een keer contact leggen ook, met mijn provider Telenet. Kijken als ik iets kan lospeuteren met mijn mobiele internet. Bijvoorbeeld als ik daar bijvoorbeeld in het buitenland zit, dat ik dan bijvoorbeeld gratis kan uploaden voor jullie. Jullie ook op de hoogte te houden dat er elke dag een nieuwe vlog is. Dat ik dus weer al niet die vlogs op mijn pc, op mijn laptop moet gaan renderen. En dan moet bijhouden dat ik hier terug in België ben, dat ik het hier pas kan gaan uploaden. Daar gaan dan ook weer al uploaduren zijn. En dat wil ik ook niet. Want meestal vertrekken we vrijdags. En dan komen we zondags pas terug hier in België aan. Dan kan ik dat pas maandag terug beginnen up te loaden. Dus je moet dan denken. Vrijdag geen vlog. Zaterdag geen vlog. Zondag geen vlog. En dan maandag misschien dan ook nog geen vlog. Dat dan pas dan dinsdag is. Dus ik ga dat ook nog allemaal... piekfijn uitdokteren. Kijken ook als we ook in hotelkamers terechtkomen waar ook dan wifi aansluiting is, dat ik dan daar via die wifi spot kan gaan uploaden. Moet ik dan een uur voor betalen? Dat maakt dan niet uit. Dan betaal ik dat met alle liefde voor jullie, voordat toch echt dat die vlog dan echt online geraakt. Of misschien dan ook wel eens aan de Bali mensen vragen. Zeg, kan ik misschien eens even gratis internet krijgen dat ik mijn vlog kan uploaden? Maar dan zeg ik ook uw hotelnaam dan ook in mijn vlog. Dan krijg ik ook nog eens even wat reclame. Ik zal dan ook zeggen van... ik zal dan jullie dan ook wel in de beschrijving zetten op jullie op mijn website met een logo. In een nieuwspostje of zo. Met dank aan bijvoorbeeld en dan hun logo. Ja, het zijn zo business waar ik zo ook zit zo, aan te denken voor ja, te kunnen doen later echt nog in de bije toekomst. Maar nu, wat we nu nog eerst moeten onder controle krijgen is... Ja. Daar kijk ik jullie niet naartoe, hè. Kijkers, dat lot ligt in jullie handen. Want ik bak zoveel... En zo goed mogelijk, als ik echt naar buiten ga, mijn maatregelen, dus mondmasker aan. Ook plaats waar mondmasker niet verplicht is, heb ik hem aan. En als ik hem ben vergeten, probeer ik toch voldoende afstand te hebben. Of, hoe kan ik dat? Wat bijvoorbeeld, dit is mijn gezicht aan de voorkant, ja? Dit is het gezicht van mijn, bijvoorbeeld, de mensen die ik moet gaan passeren. Ziet, het gezicht kijkt nu naar de camera toe. De andere, up, dat we zo passeren. Rug naar rug. Omwille van, dat is dan ook nog het veiligste. Zo besmet je ook niemand niet. Rug naar rug. Ja, je moet niet beginnen rug naar rug zo gaan te babbelen met elkaar. Hè. Dat moet ook weer niet. Nee. Maar bij deze, ik ga nu naar binnen toe. Ik ga mijn vlog afsluiten. En ik zie jullie allemaal morgen terug. Fris en wel. Morgen vroeg wat ik het eerste ga doen. Natuurlijk, als ik ga opstaan, is... Ja, mijn vlog renderen. Ja, en daar ben ik ook nog vergeten te vermelden. Ook nog in mijn vlog. Ik ga het dan nu even gauw doen. Heeft er iemand van mijn kijkers... Poef gezien? Want wij missen hem op de chat. Bij deze. Proof. Come back. Baby, come back. En dan... dus ja, boef, kom alsjeblieft terug. Hè. En dan was daar nog iemand op intensieve zorg terechtgekomen. Eens even kijken, hè. Wie was dat weer?
Dus ik kreeg hier ook nog net bericht van Paul. Paul, 8 jaar, Pokémon Go. Ik hoop dat je ook terugkomt naar mijn Discord-server. Wacht, ik ga eens even, alles is te goed is lezen wat op Discord is gezegd. Ja, ik weet het, dus gelijk hier. Hier. Paul, 8 jaar in Pokémon Go, at everyone. Bij deze neem ik afscheid van al mijn vrienden op Discord, waar ik maandenlang mee heb mogen praten en leren kennen. Ik heb hier een zeer leuke tijd mee mogen maken, maar CycleTV is de laatste maanden te veel bezig met het geld, de kijkuren en dingen te doen die fans niet graag hebben. Dit is geen haat. Ik ga op zoek naar een leukere YouTuber om deel uit te mogen maken van zijn familie en hopelijk op hun Discord. Bedankt allemaal. Ik ga sowieso al één ding zeggen. Ik hoop dat jij de zoektocht... ja. Ik ben een van de enige YouTubers die echt ook tijd doorbrengt op Discord. Kijk naar Milan Knol, Enzo Knol, Dylan Hagens, Unazi, Acid, dus David Games, noem maar op. Die hebben ook allemaal een Discord server, maar hunzelf zitten er niet op. Nee, want ik zit op Milan Knol Discord server en ik zie nergens geen Milan Knol ertussen staan. Ah ja, ik moet nog mijn schatje ook nog waarschuwen. Ja, ik ben veilig en wel thuis aangekomen. Ben nog een vlog aan het opnemen. Voilà, dat is dan ook wel gebeurd. En dan Tommy. Het is verloren moeite, chef. Timmy gaat altijd zijn eigen zin doen. En gaat nooit echt luisteren naar zijn fans. Het interesseert hem geen kloten, maar echt geen kloten. Die doet helemaal niets om zijn fans gelukkig te maken. Ad Exo was ook al bezig aan het opsommen. Het is verloren moeite. Hier moeite, tijd hierin te steken. Echt waar, chef, probeer afstand te nemen van die clown. Beetje autovlogs doen, amai, amai, amai. Daar kijkt iedereen naar uit, ze not. Ik weet het. Ik ben even met een jas even aan het uitdoen. Ja, het is een redelijke grote vlog toch aan het worden. Ik ben toch nog even integraal toch wel met jullie bezig. Hobbykanaal. Heeft er al iemand iets van zijn hobby laten zien? Heeft Behoefte nog ooit gereageerd? Ja. Oké. Kleurplaten. Maar ziet dat, bij de kleurplaten moet je niet chatten. Dank u. Oh my god. Oh my god, echt waar. Zo platen moeten wel echt plus 18 plaatjes. Kleurplaten moeten wel in de plus 18 kanaal. Die in de plus 18 kanaal. De posten. Dank je wel, Ad. Voilà. Dan is hij ook al gewaarschuwd. En dan de chat, die haal ik er altijd uit. Dat is alleen maar eigenlijk puur voor
voor kleurplaten daar in te spammen. En ook de kleurplaten wat jij hebt ingekleurd, mogen jullie daar ook altijd inzetten in mijn Discord. Dus ik ben nu ook echt integraal met Discord bezig. Voilà. Ik laat mijn tekst nog even staan, dat hem dat kan zien. Tot nu toe houden ze het wel goed. Eens even kijken wat er dan ook nog eens gezegd is geweest bij de ideeënbus. Ik zal ook eens de ideeënbus overlopen, welke dat ik eigenlijk wel wil doen. Zo gelijk, Buttermew heeft een celebrity met een andere YouTuber. Dat wil ik ook wel doen. Met een andere YouTuber is bijvoorbeeld hier mijn kader, hier de andere YouTubers in het kader. En dat we tegen elkaar zo wat beter leren kennen. Een kennismakingsgesprek zo kunnen doen, bijvoorbeeld. Of hoe ziet jij dat zitten, Buttermeel? Laat me dat weten. In de ideeënbus. De link staat in de beschrijving van Discord, dus kom gerust langs op de Discord-server. Pegri Tardo, een boom planten. Kan ik doen als ik een perfecte tak vind, dan kan ik van die tak terug een echte boom laten uitgroeien. Een cooking video waarin je lekkere gerechten maakt. Dat kan ik ook doen. Dat kan ik zeer binnenkort eens doen, ja. Ja. Dan TikTok-dansjes. Nee, daar ga ik niet aan beginnen aan TikTok. Ik heb dat ene keer geïnstalleerd. Ik heb er één filmpje op gemaakt. En sindsdien heb ik het nooit meer gebruikt. Dus nee, TikTok sloeg bij mij niet aan. Karaoke-vlog met Psycho Plus Fans. Dat zal jammer genoeg niet meer doorgaan. Omwille van dat ik iets te veel copyright claims tegen mijn gezicht aangegooid krijgt. En dan ben ik nu nog altijd aan het verwerken op mijn channel van YouTube. Want ik moet dan telkens keer gaan naar www.youtube.com. En dan moet ik op mijn logo, op mijn afbeelding klikken, mijn profielfoto afklikken. Als YouTube het nu nog wilt doen, dank u. Dan ga ik dan naar mijn YouTube studio. Dan ga ik naar mijn video's. Dan ga ik naar, klik ik op live. En dan zie ik hier, dus mijn live uitzendingen van de Free Copyright Music. Dat ik 1, 2, 3, 4, 5 video's heb staan van auteursclaim. Ja, dus die zien ze toch niet, dus die kan ik meer acties definitief verwijderen. Yep. Voilà. Daar is al eentje definitief verwijderd. Dan heb ik ook nog altijd Free Copyright Music 2. Daar is ook auteursrechten claim. Maar kan ik daar nog... Nee, ik kan die ook niet aanpassen. Dus daar staan er. Ik ga even effectief zeggen. Hè. 1, 2, 3, 4 copyright claims. Dan ga ik naar de vlog Free Copyright Music 004. Daar zijn in totaal... Holy shit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 13 copyright claims ingediend. En die kan ik ook niet wissen. Dan gaan we naar de 5 toe. Daar heb ik er nu nog... Ook redelijk veel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. 17, 18, 19, 20, 31, 32, 23. 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.
38, 39, 40 copyright claims tegen mij gegooid. Ja. En ik ben nu in die segment, dus ben ik nu een aan het inkorten. En dat korter en korter en korter. Ik weet niet tot hoeveel minuten dat het dan er nog gaat overblijven. Van mijn free copyright music 005. Want dat is nu ook aan het verminderen. En dan zitten we nu ook aan nummer 6. Daar heb ik ook copyright claims tegen mijn bakkes gekregen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 26 stuks. Ja, 26 stuks en die kan ik dus ook niet doen. Dus dan weten jullie dat ik ook redelijk veel copyright claims heb binnengekregen. Don Zee, wie is Don Zee weer aan? Ken ik niet. Ik heb dus een vriendschapverzoek gehad van Don Zee. Dus ja, dus karaoke zal dan niet doorgaan. Dan heeft ook nog Platvis, heeft dan ook nog iets gezegd. Misschien meer gsm-livestreams op leuke locaties zoals tijdens een wandeling. Ik ga dus morgen eens een Q&A proberen op te nemen op een locatie. Dat kan ik ook al eens doen. En dan kan Dimi opdrachten doen. Ja, misschien is dat ook wel eens leuk. Ik heb ook een paar ideetjes segmenten gehad. Spelletjesavond met Bea. Toppie, dat ga ik zeker doen. Ik ga schrijven, ik ben klaar. Oké. En dan spelletjes 18+ met fans op Discord erbij. Dat zal jammer genoeg niet doorgaan. Waarom niet? YouTube houdt niet van bloot materiaal. Dank u. SingStar op de Wii. Als jij de SingStar op de Wii kan bezorgen, moet je dat altijd doen. Maar dan gaat er ook weer geen fouten van rondgemaakt worden. Jammer genoeg, met copyright claim. Stoppen met roken, ja. Zeg repelsteeltje. Ja, ik weet, ja, het lukt me niet zo goed. Ik zal het zo zeggen. Het is sterker dan mijzelf. En met de getallen. Daar zitten ze ook redelijk verkeerd in gegaan. Dus die gaan we dan ook weer moeten gaan. Getallen gaan verwijderen. Echt waar mensen. Van 679 gaan ze in één keer naar 690. Dat moet 600. Zijn. Dus bij deze ben ik die getalletjes boven de 679 aan het verwijderen. Je moet altijd juist een ik controleren, hè. Je ziet het wel. 45, 46, 47. Oh jong, daar is veel gepost geweest, man. Dat doen ze precies nog wel graag. Maar ik ga daar wel eens ooit terug weer zo'n tijdslot opzetten. Oh my man, daar is echt. Oh, heb ik hier nog gereageerd? Ja, oké. Dan ga ik hier ook terug reageren. 680, voilà. Probleem. Is als ik aan het vloggen ben, kan ik moeilijker sturen, dan stopt mijn opname. Namelijk. En dat is zo kut. Voilà.
heb nu ook het getal 680 gepost. De algemene chat. Goedenavond. Hoi, hoi. Zo ziet je mij dat ik toch nog de interesse toont op Discord. En mensen, hoe lang willen jullie de vlog nog hebben? Want dit is nu weer zo'n uitloperke. Ha, een uitloperke van, ik weet niet, van hier tot in Tokio. Oh, ik moet geen Twitter hebben. Ik moet alle. Hup. Hup. Enter. Oké. Ik ga dan ook in de chat schrijven. Alles goed. Here. Maar ja, bij deze, ik ga nu de vlog nog in elkaar steken. Ik ben nu terug wat fitter geworden. Dus dat ga ik dat ook doen. En dan zie ik jullie allemaal morgen terug. Vergeet niet te liken. Vergeet niet te abonneren. En vergeet niet op het belletje te drukken. Jawel, zo blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog online komt. Jawel. En nu heb ik het genoeg gezegd al in mijn vlog, hè. Dus bij deze, tot morgen. Joe.